Hypotheekinformatieavond is een avond van starters op de woningmarkt. Mensen die graag een huis willen kopen, alles willen weten over de aankoop, wat erbij komt kijken. Daarover geven wij deze avond informatie. Huren of kopen. Het kan natuurlijk een mooie woning kopen. En er zijn allemaal redenen om dat te doen. Maar je kan ook zeggen, nou, in deze situatie is het beter om te huren. Want misschien gaan we komen volgend jaar verhuizen wel naar de Randstad. Ik vind het enorm goed dat de Hand dit organiseert. Dat is een mooi initiatief. Ik denk dat het heel goed is om de theorie en de praktijk bij elkaar te brengen voor de studenten. En we leveren hier graag een bijdrage aan. Ik heb ontdekt dat een hypotheek voor mij nog niet zo heel relevant is. En dat het kopen van een woning, dat ik dan nog even uit kan stellen. De drie woorden waar ik aan moet denken voor vanavond is 1 informatief. 2 studie gerelateerd. En 3 is denk ik dan toch wel... compact en gezellig. Het is niet zo groot vanavond, maar wel gezellig en wel leuk. Ja, ik zou FSM aanbevelen, omdat de basis die je hier krijgt, die kun je bij heel veel verschillende beroepsgroepen gebruiken. Dus je leert absoluut wel om financieel adviseur te worden, om goed financieel adviseur te worden. Maar de basis die je hierbij krijgt, kun je ook in heel veel andere beroepsgroepen gebruiken. Het is een kleine opleiding, dus je hebt veel contact met je medeleerlingen, met leraren zelf. Je leert echt het vak bankieren en verzekeren. Je leert echt heel veel. Zeker heb ik mensen gespot. Ik heb zelfs een gesprek komende donderdag.